Zwarte Schuur aan het lezen. Dat is van Oek de Jong, zijn nieuwste boek. En dat is best wel een dik boek. En daarom ligt het al een tijdje op mijn nachtkastje. Om af en toe opgepakt te worden en dan lees ik er ook echt in. Nou, ik heb een toneelvoorstelling gemaakt voor mezelf. En die heet Welkom bij mijn zielige jeugd. En daar wil ik ook een boek van maken. Dus dat wordt eigenlijk het boek van de toneelvoorstelling. En daar wil ik ook tekeningen in maken en daar komen ook foto's in. Dus dat wordt meer dan een gewoon boek, wordt het ook een soort plaatjesboek eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeggen, maar ik heb ooit het boek Prep gelezen van Curtis Sittenfeld. Dat heb ik 2 keer gelezen. Het heet in het Nederlands ook Prep, dus dat is makkelijk. En dat vond ik op heel veel manieren toch wel echt een heel fantastisch boek. Heel goed geschreven, heel meeslepend, heel gevoelig. Sowieso heeft zij nog meer mooie boeken geschreven. Bewonder ik haar heel erg. Maar dat was wel een van de boeken waarvan ik dacht, wauw, als je dat kunt, dan ben je een hele grote.